En dan ga ik nu het kalf in het hokje doen. En de koe bij de verse koeien zetten. Vandaag hebben we kalfjes verhuisd, dus dat betekent dat er eenlingboksen leeg zijn en die ga ik nu schoonmaken. Ik heb ze met de hooivork al leeggehaald op de mesthoop. En dan hebben we aan de shovel een speciaal, ja, hoe zou je dat noemen, platform. Die kan je eronder schuiven en dan kan je ze heel makkelijk verplaatsen zonder dat je ze hoeft te rollen. Dus dan ga ik ze nu naar de wasplaat brengen en dan ga ik ze schoonspuiten. En dan ga ik eerst met een normale slang al de stro eruit spuiten, zodat het niet vol in mijn gezicht komt als ik de hoge druk aanzet. Dus dat ga ik nu eerst even doen. De schone hokjes heb ik weer mee naar achter genomen, want er is een kalfje geboren, dus dat betekent dat deze hokjes opgestrooid moeten worden. Ik loop trouwens met een mes te zwaaien. Maar dat is om het pakje stro mee open te snijden. Want ze hebben namelijk speciaal kleine pakjes gemaakt. Super handig. Want er gaat dus voor een nieuw geboren kalf een heel klein pakje stro in. Omdat ze meestal met de eerste keer staan het meeste stro verliezen. Dus dat ga ik nu even doen. De droge koeien die worden ook om de dag opgestrooid. En ze komen al in het stro terecht 3 weken voor het afkalven. Dus ze kalven allemaal af achter deze hekken. En de koeien die hiervoor liggen, die hebben net afgekalfd en die krijgen nog wat tijd om te herstellen. Zojuist is er een nieuw kalf geboren, dus ik heb de eenlingboksjes opgestrooid en hierheen gehaald. En hier zie je de moederkoe, die zwarte met het kalf. En dan ga ik nu het kalf in het hokje doen en de koe bij de verse koeien zetten. Het kalfje zit in het hok, dan schrijf ik hier de moeder op. De geboortedatum. En het is een vrouwtje, dus dat is de H van heifer. Zo, nou heb ik de navelstreng van het kalfje gedipt. Tegen ziektes en bacteriën. Het kalf krijgt ook 2 cc selenium in de nek. Wat ook tegen ziektes is. En dan schrijf je hier bovenaan SE, zodat degene die het kalf gaat voeren weet dat hij gespoten is. We gaan nu pinken doorverhuizen. Dus dan de drachtige pinken die gaan een groep verder en dan staan op een lijstje welke koenummers dat zijn. Die krijgen dan een oranje streep, zodat we zo precies weten welke we moeten doorzetten. De kalverschuur de kalfjes doorverhuizen. Dus al deze grote groepen die hebben we al doorgedraaid. En dan gaan deze kleintjes die uit de eenlingboksen komen, gaan nu voor het eerst in een groepshokje. Zo kunnen we weer nieuwe hokjes, vieze hokjes schoonmaken, zodat er weer nieuwe kalfjes in kunnen.